Nou, wat heb ik nog meer gezien? Ik ben ook naar Kamp Vught geweest. Ook leuk. Nou, leuker dan het was. Laat ik het anders zo formuleren. Nee, want het is echt opgeknapt. Dus die hebben echt naar de kritiek geluisterd. Dat is... Nee, maar voorbeeldje, als je naar binnen gaat, die denkt, nee, toch niet, je wil we naar buiten. Geen enkel probleem. Nou, dat vind ik al een vooruitgang. En nee, maar sowieso, het is helemaal schoongemaakt en het is, zeg, mooie wc's. Je kan er koffie drinken, ze kunnen grote groepen aan. Nou was dat iets waar ze altijd al op inzetten, maar... waar was ik nou? Dus bij dat, nou ja, goed, dat is per definitie mislukt om zo'n kamp... wat moet je daarmee doen? Ze hebben dus besloten om daar een plek van te maken waar een nieuwe generatie les krijgt over wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. En dat lijkt me heel verstandig, omdat tegenwoordig al die kinderen natuurlijk allemaal aan het gamen zijn. Dan moet je wel weten wie was, want anders gaat het je punten kosten. Maar, nee... Maar het is, ik bedoel, hoe ga je aan een nieuwe generatie iets uitleggen wat wij zelf niet eens snappen? Dat is meer de vraag die ik me dan stel. Toch? Je merkt ook als je er rondloopt dat het allemaal van onhandigheid aan elkaar hangt. Dus bijvoorbeeld hangt er een tekst van dit nooit weer. Dat hoor je ook altijd op 4 mei. Dat klinkt zo verschrikkelijk goed tot je erover na gaat denken. Want het suggereert een beetje dat dit het allerergste is wat wij mensen kunnen doen. En als we dat nou nooit meer doen, nou, dan komt het allemaal wel goed. Dus als je na gaat denken, meestal verzinnen wij mensen altijd wel weer iets gruwelijkers, toch? Er gebeurt iets ergs en dan zegt iedereen, erger kan het niet. Nou, een paar jaar later is het nog gruwelijker. Dan wordt het nog weer verschrikkelijker. Dan denkt iedereen, dit was het wel. Onvoorstelbaar gruwelijker, afgrijzelijker en dan onbenoembaar. Nou, soms denk ik liever dit nog een keer dan wat ons te wachten staat. Ik heb meer vertrouwen in het verleden dan in de toekomst, namelijk. Weet je tenminste wat je eraan hebt? Toekomst moet je nog maar zien, hè? Ja, sowieso is het nooit gebeurd natuurlijk, hè? Dit weer, historisch. Nog nooit. Zou heel gek zijn dat de hele kamp net gerestaureerd en gerenoveerd was, dat er iemand binnenkwam. Ja, slecht nieuws, wat is er? Nee, we moeten de hele boel weer in de originele staat. Waarom? We gaan het weer doen! Nee, dat zou... Nee, dus.